Slijterij de tweekoppige Phoenix op de Saanse Schans distilleert zijn eigen alcohol hier in Uitgeest. En sinds kort hebben zij hun eigen Zaanse whisky. En ook ben ik een echte whisky drinker. En dat maken ze dus hier binnen. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat eraan toe gaat. Oh ja, we staan hier met Arthur Kruid, de eigenaar van de tweekoppige Phoenix. Ja. Sinds kort is de Zaanse whisky de eerste whisky vanuit de Zaanstreek. Ja. Klopt dat? Dat klopt helemaal. Is er ooit wel eens eigenlijk eerder een Zaanse whisky geweest? Nou, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan, maar gewoon het verhaal van wij hebben onze eerste whisky klaar. In ieder geval noemen we het Zaanse whisky, omdat het natuurlijk de bestaansoorsprong uit de Zaanstreek heeft. Ja, en dat wordt hier allemaal... En het wordt hier allemaal bereid, ja. Kunt u ons vast laten zien hoe het allemaal in zijn werk gaat? Absoluut. Nou, we staan nu bij de distilleerketel, maar dat is de laatste fase. Dan zou ik jullie helemaal mee moeten nemen naar het begin van hoe het allemaal begint. Ik zou niks anders willen. Dan gaan we die kant op. Hier zijn we in het mouthok en we bestellen iedere week bestellen we onze granen om daar. Zeg maar de dranken van te maken. Zo hebben we verschillende soorten granen natuurlijk. We hebben spelt, we hebben emmer, we hebben boekweit, we hebben gerst, we hebben tarwe, haver, rogge, rijst. Allemaal voor andere verschillende soorten alcohol. Allemaal verschillende soorten samenstellingen. Zo hebben wij de whisky, onze eerste, die is natuurlijk gemaakt van vier verschillende soorten granen. Welke? Moeten we er even heel goed denken, want ik heb zo verschrikkelijk veel gemaakt aan verschillende, dat we tarwe, rogge, gerst, haver, in sommige gevallen ook met mais. En dat kan bij de volgende batch anders zijn? Dat kan in ieder geval weer anders zijn en dat vind ik ook het leuke ervan, dat je iedere keer een ander soort smaaktype hebt. En dat is gewoon erg leuk. Maar dit is een graan, zo komt het bij ons binnen. Ja? Ja. En dit graan, dat gaan wij niet malen tot meel, maar dat gaan wij schroten. En schroten wil niet anders zeggen dan dat we deze korrel als het ware openbarsten, waardoor de witte meelkern vrijkomt. En in de witte meelkern, daar zitten in principe de suikers. Flinke procedure. Ja, en, maar daarbij in dit graan, je kan natuurlijk ook helemaal meel ervan maken. Of je kunt er zelfs bloem van maken, dus alleen het binnenste. Maar dan heb je dus niet alle smaakkenmerkingen als de vetten en de eiwitten die er ook nog eens een keer in alle vliesjes zitten, die eigenlijk het smaakkenmerk geeft. Nou, dat weten we inmiddels natuurlijk ook van brood, hè. Ja. Dus vol granenbrood, dat heeft veel meer smaak dan dat je witbrood hebt. Zo simpel is dat. Dan gaat het in een machine. Nou, dit heet een schrootmachine. Hier gaat hij in en daarin wordt eigenlijk, als het ware, dat korreltje, dat wordt eigenlijk half doorgehaald. Daar komt het eigenlijk op neer, ja. Waarbij je dus open komt. Nou, op het moment dat we daar genoeg van hebben, gaan we naar onze... Wat is genoeg? Wat een zak vol? Nou, dat is afhankelijk van de hoeveelheid die je maakt. Ja. Maar daarin maken wij ook weer verschillende hoeveelheden. Dus de ene keer 25 kilogram met haver. En de andere keer is het 50 kilogram met haver. Maar dan komt er weer 60 kilogram tarwe bij. Dan komt er weer 20 kilo mais bij. En zodoende zoeken we eigenlijk iedere keer naar bepaalde smaakkenmerken. Ja, de juiste formule. Precies. Kijk. Ja, ja. Dan ben je een soort van panoramix van Obelix. Op zoek naar de juiste... Precies, van druïde. Precies. Een druïde. Dan gaat het in deze ketel. Nou, wij halen dus gewoon warm water. Die halen we uit de ketel, tenminste uit de ketel, uit de boiler. Dat doen we hierin. En dan bij verschillende soorten temperaturen, dat noemen wij maizen, gaat dus die graanpap, wat eigenlijk echt een beslag is, alsof je er pannenkoeken van kan bakken, dat gaan wij op een gegeven moment verhitten. En doordat het verhit wordt, krijg je dus dat die suikers vrijkomen uit die korrel vandaan. En hoe lang duurt dat? Dat doen wij op verschillende temperaturen, want bij iedere temperatuur krijgt een bepaald enzym, wat we zo noemen, dat is een biologische katalysator, zoals we dat noemen, die breekt iedere keer het stukje graan verder af. Je moet het zien als een hele lange graanketens. En de gist kan alleen maar één zo'n dingetje afbreken tot alcohol en koolzuurgas. Dus die enzym die zorgt ervoor dat hij het constant verder afknipt. En dat gaat allemaal op verschillende temperaturen.
tot zo'n 73 graden Celsius en toe. Bij 73 graden Celsius hebben we het in principe gepasteuriseerd. Waardoor dus de bacteriën, eigenlijk die we er niet in willen hebben, gedood zijn. Dan gaan we het terugkoelen en gaat het in een van die ketels. Oké, okay. Ja. Ja. En dan op de temperatuur van onder de bij de 25 graden Celsius, als het helemaal is teruggekoeld, dan voegen wij daar in dit geval bakkersgist aan toe. Gewoon een doodnormale bakkersgist. Want we proberen echt het recept van rond 1600, 1630, proberen wij te evenaren. Traditionele manier. Op de traditionele manier. Okay. Dus niets met allemaal uitgedokterde dingetjes. Nee, we willen echt de ambacht willen we weer terughalen. En dat hebben we dus in dit product. Dan komen we bij de ketel. Flinke ketel. Ja, deze is 900 liter. En die staat dus nu te gisten. Hij zit nu in de laatste fase, dus hij is bijna uitgegist. En hoe lang duurt zo'n gistproces? Af en toe zie je nog een bubbeltje boven komen. Nou, dat is wel weer grappig. Dat heeft alles te maken met de temperatuur. Ja. We zitten hier gewoon in een pand. Want als het winter is, 15 graden is. Want de temperatuur is gewoon de buitentemperatuur plus de temperatuur die wij met onze verwarming doen. En dan is het dus langzaam gistend. Dat noemen we ondergistend. Ja? En op het moment dat het hartje zomer is en het is 25 graden buiten, ja, dan is dit zo explosief aan het gisten. En dan duurt het, om terug te komen op je vraag hoe lang duurt het, dan is het soms met 3-4 dagen helemaal uitgegist. Ja, okay. Dit duurt nu gewoon een beetje. Ja. Ja. Dus lekker rustig. Krijg je ook hele mooie smaakkenmerkingen erin. En wat is beter voor de smaak? Is het langzaam gist? Of is het dat is wel weer grappig. Je krijgt daardoor andere smaakkenmerken. Ja, precies. Die ik ook weer in mijn distilleerketel eruit vandaan kan halen. Of juist er weer aan kan toevoegen. Dus heb je eigenlijk een zomerwhisky en een winterwhisky? Ja, nou ja, dat is ook met graan. Dat is ook met graan natuurlijk zo. Zomergraan of wintergraan. Dus dat is ook het verhaal, ja. Absoluut. En dit beslag, nadat we het gecontroleerd hebben hoeveel suikers zitten er nog in, hoeveel kan er nog meer aan alcohol geproduceerd worden, laten we het soms nog 2 dagen staan. Nou, soms zit er ook een weekend tussen, dus dan gaat het automatisch al een weekend eroverheen. En dan die maandag, dan gaan we het distilleren. Nou, vandaag is het maandag, dus we zijn vandaag toegekomen om te gaan distilleren van onze onze moutwijn, want daar begint het in principe mee. Wat uiteindelijk ook whisky kan worden. Echt waar? Het begint met moutwijn en wordt daarna bevuld? Ja, ja. Okay. Dat is onze Nederlandse manier. Ja. Saanse manier. Nou, eigenlijk begint het in de whisky-industrie ook op die manier. Men maakt eerst een moutwijn. Ja. En de moutwijn is niet anders dan de alcohol die je vandaan hebt gehaald uit het graan vandaan. Graanspirits, grain spirits. En daarna wordt het opgeslagen in eikenhouten vaten. Okay. Maar dan gaan we eerst even kijken naar de distilleerkamer. Ik ben benieuwd. Wat is deze koperen jongen hier? Dat is deze koperen jongen. Nou, dit is het hele apparaat en dat is mijn trots. Het glimmend uit. Ja, geweldig hè. Het is echt heel mooi. En dit apparaat doet het op de traditionele manier, maar dan met een modern sausje. Met een moderne sausje. Kijk. Het verhaal is dat deze distilleerketel, je ziet hem ook, de Lambiek. Nou, je had het net al over Asterix en Obelix. Lambiek, die kennen wij van Suske en Wiske. Ja. Met dat ene haartje op zijn kop. Wat is dat? Die kale kop. Ja. Met dat ene haartje. Dus dit is de Lambiek. Wat gebeurt daar binnen? Nou, je moet het zien. Hier ontstaat heel veel druk. Je moet je voorstellen dat 1 liter water wordt 1500 liter damp. Okay. Die druk die moet opgevangen worden. De druk die wordt opgevangen door de vorm natuurlijk. Hier vindt in principe al een klein beetje een koeling plaats. Waardoor eigenlijk het water wat ook meegenomen wordt door de alcohol, door het dampproces zou ik maar zeggen. Als je hierin kijkt zie je dat het gigantisch hard aan het koken is. Ja, dus dat wordt allemaal damp. En doordat het meer volume wordt, ontstaat er een druk in de ketel. En je ziet al dat het daarna omhoog gaat. Hier ziet het een klein beetje tranen. Dus dat is het. Op dat koude glas slaat het water weer neer. Maar de alcoholdamp die gaat verder, die gaat door die pijp heen.
komt hier terecht. En dat metertje dat zegt hoeveel graden het is. Dat metertje dat zegt hoeveel graden het is. En hieraan kan u zien dat er nog heel veel alcohol in zit. Want? Omdat hij al kookt bij 88 graden Celsius. Ja. Zeg maar en alcohol kookt bij 78 graden. Ja. Dat kunnen jullie ook zien. De spirittemperatuur 78, op dat apparaatje daar. 78. Dus wat er nu gebeurt is dat dat hele koelsysteem zorgt ervoor dat hij op 78 graden uit de distilleerder komt. Dan weet ik dat het bijna alleen maar alcohol is. Oké. Gaat hij 100 graden, dan is alle alcohol eruit. Dan hou je dus alleen nog maar water over. Precies. En van dat scheidingsproces, daar maken wij gebruik. Mm-hmm. Komt hij daardoor en als je dan hierin kijkt, zie je hier het pijpje achterin. Achterin en daar komt nu de eerste alcohol dan vandaan. Eigenlijk is hij hiermee één keer al gedistilleerd. En dat gaat hoe vaak? Dan gaat hij door de kolom heen. En die kolom is een plaat. Dat noemen wij de aromat. Zo is hij gepatenteerd. Dat is een plaat van 20 meter lang. Waarbij de alcohol als het ware hier omheen naar boven gaat. Zouden we die hier bovenop hebben staan, dan zou er dus nu een pijp van 20 meter het dak uit tegen. Ja? Want dat zie je dus met die hele grote distilleerderijen. Dat hebben wij opgevangen door dit apparaat ertussen te zetten. Wat gebeurt er nu? Hij komt, de alcohol komt tegen dit, deze koeler aan. Het water wat erin zit condenseert. Hetzelfde als dat je op een spiegeltje blaast, dan krijg je de damp eruit vandaan. Ja? Dus dat koelt. Het water, dat zakt weer naar beneden, gaat weer de distilleerketel in, maar de alcohol die gaat door naar die pijp en komt dan in de condensor, waarin die dus weer gekoeld wordt en als vloeistof eruit loopt. Nou kan je daar zwarte vloeistof in doen en omdat het alleen maar damp is, komt het er ook heel helder uit. Ja. Nou, hoe lang duurt het, het proces van dat daar begint, dat het daar eruit komt? Dit proces vandaag, we doen twee keer een batch. Ja. En daar zijn we ongeveer 8 uur mee bezig. Met één batch? Of met twee batches? Met twee batches. Ja. 500 liter. Pittig? Ja, dat is echt heel pittig. Maar het voordeel is, we hebben hem nu, in plaats van één keer gedistilleerd, hebben we met dezelfde energie. En als we dan zeggen van het principe is nog steeds 1600, 1650. Maar ja, we gebruiken elektriciteit. We gebruiken zo min mogelijk de hoogte van het apparaat. Dus geen 20 meter het dak uit. Het zijn natuurlijk wel allemaal aanpassingen aan deze distilleerketel. Ja. Waarbij je zegt van, ja, het is hetzelfde product. Maar wel met de techniek die we nu hebben. Ja, en binnen Nederland, hoeveel zijn er dan van dit soort distillerijen die op deze manier werken? Ik weet er wel, op deze manier weet ik er zo'n 6-7 op te noemen. Het is een heel zeldzaam iets. Ja. Dus kostbaar, denk ik ook. Ja, ja dit is, dit is kostbaar. En dan hebben we natuurlijk het mooie dat dit apparaat, wij hebben dit speciaal voor graan gedaan, vanuit dat die plaat ertussen zit. En dat je daar in ene de juiste smaak uit vandaan kunt krijgen. Ja. En nu is de bedoeling van de distilleerder om te zoeken naar hoeveel temperatuur geef ik hem. Hoe hoog gooi je de gaskraan open? Hoe ver ga ik hem koelen? Ja. Hoe snel duw ik de druk op? En dat is dus het verhaal van het zoeken, het proeven, het ruiken. En dat is hetgene wat we nu doen. Nou ja, dan komt het daar eruit. Dan heb je natuurlijk nog geen whisky. Dan hebben we nog lang geen whisky. Nee. Nee. Want dan mag deze moutwijn nog 3 jaar, plus een etmaal, het moet werkelijk 3 jaar in het vat hebben gezeten. Ja, en dus, waar zijn die vaten? En die vaten die staan weer in mijn container. Maar dan moeten we daar even naartoe lopen. Ja. En dan moet ik daar even ruimte voor maken, want dat is iets waar ik maar 1 keer in de 3 jaar in principe kom. Voor dat ene vat. Kijk, speciaal dus voor ons een uitzondering. Ik ga hem openmaken voor jullie. Akkoord? Dat is leuk. Ja? Kijk, hier zit whisky. Je ziet hier op de bodem zie je zwarte stukjes liggen. Dat is vrijgekomen uit het vat vandaan. Dat is als het ware waar ze de vaten mee roosteren. Okay. En daardoor krijg je ook een roostingsmaak eraan vandaan. En dat roostering dat is koolstof.
En dat geeft dan ook gelijk een zuivering aan de whisky. En, nou, je ziet wat een prachtige kleur. Kijk maar even. Zo. Netjes. Ja? Er is nog een restantje over. Dus dit is wat we verder gaan verwerken. En dat komt dus gewoon uit zo'n eikenhouten vat vandaan. Die hebben we leeggehaald. Dat voegen we hier aan toe. Dan gaan we het alcohol bepalen. Dan gaan we daar het bronwater aan toevoegen. Ja. En daarna gaat het dus over gewoon één op één op fles. Want wat daarin zat, wat jullie net gezien hebben, is 63,7%. Dat is flinke... Dat is heel hoog. Ja. En daarna wordt er weer water aan toegevoegd. En toch nog... aan die 40% precies te komen. Want precies distilleren op 40%, dat lukt je nooit. En waarom willen jullie dan precies dat het 40 wordt? Is het dan ja, dat is de wetgever die dat aangeeft. Whisky moet altijd boven een bepaald percentage zijn, anders mag je het geen whisky noemen. Ja. Onder een of boven een bepaald percentage? Ja, boven. Maar dan is 63 toch niet erg, dan mag het ook 63. Ja, maar dan vindt niemand het lekker. Daar komt het eigenlijk op neer. Er zijn natuurlijk mensen die dat geweldig vinden. Ja. Dan is het echt de pure drank. Dat is de single cask. Ja. Maar dat betaal je gewoon twee keer zoveel voor. Oké. Okay. Een duur flesje wordt het dan. Dan wordt het een heel duur flesje. Dan is dit het eindresultaat op het moment dat wij het zoveel jaar op vat hebben gelegd. Dus ruim 3 jaar heeft het. We hebben het in november 2013 gedistilleerd. Ja. Met onze opening van de distilleerderij. Dat hebben we 3 jaar op vat gedaan. En daarna hebben we dat product als whisky gemaakt. Dus dit is echte Saanse whisky. Saanse whisky. Nou, laat je dan. En even 5 seconden, 10 seconden in je mond laten, rond laten gaan. Ik moet zeggen, dat gaat er wel lekker in hoor. Goed hè? Ja, dankjewel. Ja. Nou, proost. Salut.